Hi, goedemiddag. Welkom bij Auto Siro. Ja, toen hij net uitkwam was ik direct verliefd. Prachtig, mooi deel. De CT200 Hybrid Lexus. Lexus wilde de beste auto van de wereld maken. En volgens mij is dat redelijk gelukt, want weinig problemen. Ze rijden vreselijk goed. Het is een soft hybrid. Doet niks voor je wegenbelasting. Die zit gewoon rond die 75 euro. Maar verbruik geven ze af fabriek op van gemiddeld 1 op 25. Ik heb de vorige eigenaar gesproken, maar 1 op 22 is wel te doen. Meneer hebben we een C350 hybrid verkocht. Het ging hem wel aan het hart om deze weg te doen. Want echt heel erg zuinig mee omgesprongen. Altijd bij de dealer in onderhoud geweest. Laatste grote beurt was in mei vorig jaar. Toen ook met de APK. Kijk maar even mee. Nederlandse auto, nationale autopas erbij, parkeersensoren voor, maar ook achter. Origineel lichtmetalen velgen, Michelin all-weather banden. Nou, dat zegt wel wat als je de Michelin's oplegt. Privacyglas achter zou kunnen, kost ongeveer 400 extra. Er zit een afneembare haak aan. Verwacht daar niet te veel van, want het is alleen voor een fietsendrager. Boel, chroom. Werk onder ramen. Nou, die velgen maakt hem wel heel erg stoer. Even naar de binnenkant. Want achterin natuurlijk Isofix. Dat was toen al standaard. De bekleding ook keurig netjes. Alles is echt heel zuinig opgesprongen. En het is natuurlijk wel van een hoge kwaliteit van de spullen die gebruikt zijn. Je ziet het, 234. Dan moet hij weer een onderhoudsbeurt hebben. Dit is die laatste beurt. Dit was een kleine 700 euro. Daar staat de pin wel. En verder, ja joh, het is net een cockpit waar je in komt. Moet je eens kijken. Het scherm, de climate control, de automaten. Rijdt ook echt heel erg lekker. De cruise control hier onder het stuur. Dat hebben ze even bij Toyota gestolen. Maar gewoon echt een hele, hele leuke auto. En heb je misschien nu wel een diesel dat je zegt van jongens, daar moet ik nou toch echt wel een keer van af. Is dit wel een hele mooie opvolger. En maak je geen zorgen over die kilometers. Want als een auto het kan, is het de Lexus. En ik heb ze al gezien met 400.000 kilometer. Dus ja, echt een hele leuke auto. En mocht je hem ooit weer kwijt zijn, in het buitenland zijn ze er ook gek op. Het is behoorlijk... interessante export, zoals ze dat noemen. Nu nog niet nodig, vind ik, want echt prachtig mooie auto. Heb je zin in een proefrit, ben je van harte welkom. Wil je diesel inruilen, app en wat foto's, krijg je direct een bieding. Wil je een financial lease voorstellen, heb ik binnen 5 minuten voor je. Moet ik alleen je KVK-nummer hebben. Dankjewel voor je aandacht, graag tot ziens. Hoi.